Ja, het brein is natuurlijk een fascinerend orgaan. Het is een orgaan waarmee je denkt, waarmee je droomt, waar je herinneringen liggen. Het is een enorm persoonlijk orgaan. Het is een supercomputer. We hebben geen idee hoe het werkt. Ik denk dat het laatste orgaan is wat nog gekraakt moet worden. Hersenen kun je op verschillende manieren onderzoeken. Natuurlijk bij leven met de MRI en CT-scan. Met proefdieronderzoek, fundamenteel onderzoek naar hersenweefsel. We hebben ook de genetica, heel veel eigenschappen van hersenfuncties die liggen vast in de erfelijkheid. En we hebben postmortem humaan hersenonderzoek, waarbij we naar de menselijke hersenen kijken met de microscoop en met andere technieken. En die vier tezamen, die vier puzzelstukjes moeten tezamen, moeten die het beeld gaan vormen van hoe het brein werkt en wat er misgaat als er een hersenziekte is. We hebben doorbraken gehad, in de zin dat we hebben bij multiple sclerose bijvoorbeeld van 200 hersendonoren gekeken hoe MS eruit ziet in de hersenen. We vonden een grote diversiteit. We hebben die veranderingen hebben we gerelateerd aan de symptomen en we zien inderdaad dat er verschillen tussen MS-patiënten in ziektebeloop, dat die goed te verklaren zijn met de verschillen die we zien in de hersenen van deze mensen. Dat is een grote winstpunt, omdat we zien dat er dus verschillende mechanismen aan de gang zijn en dat mensen met MS waarschijnlijk ook verschillende behandelingen nodig hebben. Ik hoop dat we over 10 jaar, in het geval van multiple sclerose, precies weten wat de diversiteit inhoudt aan een ziektebeeld in de hersenen. En dat we ook weten wat de oorzaak is van de ziekteverschijnselen. Zodat we gericht therapie kunnen ontwikkelen tegen MS. Om de ziekte in ieder geval te verminderen, de ernst, maar het liefste te voorkomen.